Hey mensen van Naturas Gaming. Ik ben Jeffrey of Falcon van Naturas Gaming. Ben terug met GTA Vice City. Niet de stories, maar de normale. En we gaan hier gewoon even op het land hoor, want ik zei voor een paar, we gaan naar mijn huis toe varen, maar... Oh, en weer telefoon. Oh ja, mooi, daar kunnen we naar het stuk. Wow. Het is eerst een kut accent en praten ze even rustig. Mooi. Ik ga over haar heen lopen. Hup. Geel maar, ik loop toch allemaal op je heen. Dat is wel cool in het spel, van dat er allemaal mensen op het strand liggen en zo. Allemaal van die mooie boys en zo. Maar ja, we gaan vee doen. Ja. Vee heeft altijd wel coole missies. Ik weet niet waar vee voor staat eigenlijk. Meestal weet ik wel waar voor staat, maar... ik geloof dat dat je eigen missies zijn, soort van. Nee, ik wil geen brommer. Kut, zo alleen maar weer brommer natuurlijk. Nou ja, later maar. Dus, we gaan even op de Epic Brommer. Zoals jullie de laatste part hebben gehoord, ik zal jullie het even aanwijzen. Oh, nee, deze. Hier kan je filmstudio kopen. Dit werkt een beetje raar. Hier ergens, ik meen de... Goed kijken. Hier. Kan je de dinges kopen, de filmstudio, hier nog een haven en hier nog wel wat troep en zo. En daar verdien je geld mee. Daar kan je ook weer missies doen. Best wel leuke missies, moet ik toegeven. Moet ik misschien eerst even overleggen en zo. Want, oké. Want dat gaat over seks en... Dat soort dingen, dus... Ik kan het wel gewoon zo doen, maar ik weet niet of... Bremman daar zo blij mee zijn, weet je. Ik praat wel vaak over seksueel, maar... Je krijgt ook beelden daarvan te zien, dus ik... Nou, niet echt beelden, zeg maar gewoon... Er wordt veel over gepraat dan. Dus ik zou... Het even navragen. Voor de zekerheid. Gewoon voor de zekerheid, want anders doe ik het toch wel, dus... We gaan gewoon naar die vee toe en dan gaan we gewoon wat missies doen. Wat nu trouwens mijn huis is. I can't believe it. It's my house now. En ik heb ook mijn speciale soort eigen gangsters-achtig mensen ofzo. Oh, waar is het daar? Bar dingetje. Oké. Wat moet ik bedoelen? Take the guards. Take out the guards. En nog iets. Ik weet niet wat je moet aanzien. Moet in ieder geval dingen vernietigen. Dat is niet heel moeilijk. En dat is ook een van de dingen die ik graag doe. En zoals je nu ziet, worden de missies ook langer. Dus dat betekent automatisch dat we maar één missie per part kunnen doen. En daarom wou ik eerst altijd twee missies per part doen. Maar ik heb gewoon het gevoel of het niet meer lukt. Twee parts of één missie per part. We raken ook aan het einde van het spel. Nu al. Ja, nu al. Dit was vroeger... Vroeger, tussen haakjes, was dit lang. Dit was al een lang spel. Als jij 10 uur in het spel kon stoppen, zei je, wow, 10 uur, dan kan je wel 10 uur spelen. Nou, dat is wel heel lang hoor. Dat was vroeger al lang, ja. Zo, en dit is altijd. Protection needs a little more protection. Ah, hell, not again.
Maar ik kijk er steeds naar onder. Ah, oh, dit is best wel een kutmissie. Nou, stap in. Jezus. Je moet nu heel veel dingen vernietigen en zo. Maar we hebben gelukkig een Uzi. En het moet ook binnen een bepaalde tijd. En dat is nog wel het meest kutte eigenlijk. Dat het van, ja, doe het maar even in... Oh ja, in 5 minuten, weet je. Dus het moet makkelijk lukken. Ja, dan moeten we even een andere auto nemen. Oh. Crap! Ontsnappen net weer natuurlijk. Ja, nee, boeien. Het maakt geloof ik niks uit doordat je hem achterlaat, dus... Wow, ik meende dat fucking lange missie was. Oké, okay, dit... Oeh, M4. Ja. Huh, hetzelfde? Front... Hey, dat is dezelfde letters als overal wordt gebruikt in GTA. LOL! Tuurlijk. Maar oké. Okay. Ik heb gezegd van missie voor langer, maar blijkbaar niet. Ik moet niet gaan liegen. Nee, maar ene missie zijn wel weer lang en andere, ik hoop dat jullie dat snappen. En ik kan nog gewoon voor de rest ook niet aandoen. Dus ja. Geen idee hoe lang ik aan het uploaden ben nu. Of aan het opnemen ben. Ik geloof niet zo lang. Is best wel cool, liedje. Ik kan niet zingen, dat weet ik. Ja. Nee. Hey, brommer. Woe, brommer. You've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. You will. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. You hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy. But I can't take this much more. Lance, don't be like this. No, I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. Clean clothes. Ik weet niet, waarom ik dat toch voor die muziek? Ik doe eigenlijk zo'n lange part. Dat is mijn op. Dat zijn mijn gangsters. Dat zijn mijn gangsters. Ik doe eigenlijk al lange parts. Als ik naga hoe voor mij kort mensen hun parts doen. Mensen, ik zie jullie volgende keer. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe lang ik kan het opnemen. Als ik nog niet lang aan het opnemen ben, plak ik het erachter. Maar mensen, ik zie jullie de volgende keer bij GTA 5 City. Dag.